Dankjewel. Lekker nat hoor. Ja. Welkom in Berchem. Dank u. We hebben aan Berchem gedacht. Bers bier. Jullie dachten, ik kom uit Lieshout, Bavaria, dan moet hij bieren drinken. Nee, uit Berchem. Dan Bers bier. Dank u. Alsjeblieft. Kaffelaan Beekman, bedankt voor uw gastvrijheid en dat wij wat vragen mogen stellen. Ik heb een klein beetje huiswerk gedaan en dat wil ik graag even met die doornemen. Nou, dan ga ik afhoren. Kaffelaan Jeroen Beekman. Jeroen Beekman, geboren 3 april 1974, opgegroeid in Diezen. En dan heb ik gelijk de eerste vraag, hoe zag de samenstelling van het gezin Beekman eruit? Ik heb nog een broer en een zus. Alle twee ouder dan mij. Oké. Dus ik ben de jongste. Je bent de jongste. Waar andere kinderen vaak brandweerman of politie wilden worden, wilde u al vroeg pastoor worden. Dit was een jongensdroom van u. Maar toch heeft u na de lagere school, vervolgens de LTS, de MTS en de HTS gevolgd, in de richting elektrotechniek en milieu. Dat is toch een hele gedegen technische opleiding. Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Waarom dat u eerst dat heeft gedaan? Dat is eigenlijk gebeurd omdat mijn CITO-toets niet zo goed was. En daar kwam eigenlijk uit dat ik MAVO-LTS zou moeten gaan doen. En dat heeft dus geresulteerd in LTS, elektrotechniek. En daar werd al vlug duidelijk dat mijn CITO-toets verkeerd beoordeeld werd. En ik dus eigenlijk daar alles op het hoogste niveau wat haalbaar was voor de LTS alles gedaan heb. Vier jaar LTS gedaan heb, afgerond, naar de MTS ben gegaan, die in 3 jaar afgerond heb. En toen 4 jaar HTS gedaan heb, daar dus mijn HTS en mijn MTS diploma behaald. En dan verder. Het is een indrukwekkend rijtje als je het zo ziet inderdaad. Ja. Na de afronding daarvan, dat zal in 1997 geweest zijn. Zo ongeveer, ja. Was je dus ongeveer 23 jaar. Toen bent u de priesteropleiding gaan doen aan het seminarie in Den Bosch. Ik heb ergens gelezen dat de benoeming tot kapelaan uw eigen keuze was, om de benoeming tot kapelaan... Hier in Berchem? Nee, na uw opleiding als priester. Ja, ik heb altijd gezegd ik wil eerst kapelaan zijn. Dus mijn benoeming in Aderiksel als kapelaan heb ik wel in meegespeeld. Ja. Oké, wat is het verschil tussen een kapelaan en een pastoor? Laat ik eerst de overeenkomsten zeggen. Ja, okay. Laten we vooraan beginnen. Alle twee priester. Dus je hebt na je seminarieopleiding heb je dus je priesterwijding. Daarna krijg je een benoeming. En het hangt van je benoeming af wat je titel dan gaat zijn. En binnen de kerk kennen we dan eigenlijk maar twee benoemingen. Dat is of eindverantwoordelijk voor de parochie of niet eindverantwoordelijk. Eindverantwoordelijk is de pastoor. En het hulpje van de pastoor is de kapelaan. En dan heb je ook nog een pastoor met één O? Een pastoor, ja, maar dat is een benoeming in solidum, zoals wij dat noemen. Dat is, dan wordt de parochie aan meerdere pastoors toevertrouwd. Ik ben niet zo voor die titel pastoor, omdat dat onduidelijkheid geeft. Ja. Iedereen kan zich pastoor noemen. Ga naar het ziekenhuis en vraag naar een pastoor. En de vraag wie je aan je bed krijgt is dan groot. Pastoor en kapelaan is nog steeds duidelijk dat je een priester aan je bed krijgt. Pastoor, daar moet je altijd maar afwachten. Dus ik moet je, persoonlijk ben ik daar niet zo voor. U bent net hier ingehuisd in de pastorie. Ja. Wat is de indruk van het nieuwe onderkomen en de nog niet zo lang geleden gerenoveerde tuin? Dat dat nog groot is. Dat je... Zoals met de kinderen van mijn zus zei, hier kun je 's winters verstoppertje spelen. Hoe kijkt hij aan tegen de teruggang van het kerkbezoek? Dat is een logische conclusie van deze tijd. Als je natuurlijk ziet dat een maatschappij steeds individualistischer wordt, steeds meer ik voorop stelt, en de kerk eigenlijk... meer zegt, we zijn een gemeenschap waar Christus centraal staat en de gemeenschap eigenlijk het ik centraal stelt,
Dan kun je niks anders concluderen dan dat dat achteruit moet gaan. Heeft u nog specifieke ideeën of plannen om hier een rol in te gaan betekenen in Bergen? Wat betreft de teruggang? Ik zal eerst eens de komende tijd gaan kijken wat er is. Laten we dan over die plannen over een jaar nog maar eens spreken. Werk van een kapelaan of een pastoor, is dat gebonden aan bepaalde werktijden? Of ben je 24 uur per dag een pastoor of een kapelaan? Ik kan niet mijn boordje uitdoen, zoals ik dan zeg. Nee. Ik blijf gewoon priester natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk wel zo, je hebt zoals iedereen werktijden hebt, maar je hebt ook zoals iedereen, moet je oproepbaar zijn. Je moet er zijn, beschikbaar zijn voor mensen. Dat wil niet zeggen dat je er altijd moet zijn, want dat kan niet. Je kunt niet 7 op 7, dan draai je door, dan draait iedereen door. Dus je moet ook je vrije tijd hebben, maar je moet er wel zijn als het nodig is. Dat geeft spanning soms, maar dan moet je zelf een beetje je weg in vinden. 3 april 1974, uw geboortedatum, was het sterrenbeeld Ram. Wat bij het sterrenbeeld Ram hoort, daar hoorden een aantal typeringen bij. De negatieve typeringen tussen aanhalingstekens, dat zouden dan kunnen zijn opvliegend, impulsief, ongeduldig en roekeloos. En de positieve, avontuurlijk en energiek, baanbrekend en moedig, enthousiast en vol vertrouwen, dynamisch en snel van begrip. En dat belooft wat. Herkent u zich in enkele van deze typeringen? Volgens mij herkent iedereen zich daarin. Ja, volgens mij kun je die iedereen voorleggen. En zeg dan, ja, ik herken mijn eigen daarin. Zit er eentje tussen waarvan je zegt van, nou, dat past in ieder geval zeker niet bij mij? Dan mag je ze me nog een keer laten zien. Gaat u de manier van handelen, gaat u dat op dezelfde wijze doen of heeft u een eigen manier als uw voorganger? Ja, ik weet niet wat mijn voorganger gedaan heeft, dus daar kan ik niet op antwoorden. Okay. Ik doe het altijd op mijn eigen manier. Ik heb 1 ding, als je een toneelstuk gaat spelen, als je gaat je anders voordoet dan je bent, daar prikken mensen in 2 minuten doorheen. En als je dat doet, ben je niet meer geloofwaardig. Dat werkt nergens. Nee. Dus is pronkzin iets voor u om daar aan mee te doen? Aan mee te doen is niets voor mij. Oké. Of ik kom kijken is een andere vraag. Meedoen, ik ben bij dat betreft geen carnavalsvierder. Heeft u een thema of een motto wat u altijd met u meedraagt, wat kenmerkend is voor u? Als u mijn wijdingsprentjes ziet, daar staat boven: Ne timias ego verbiscum cum omnibus diebus usquat consummationem seculi. Vrees niet, ik ben met u alle dagen tot aan het einde der aarde. Dat is het begin van het evangelie en het einde. Aan Maria wordt gezegd, vrees niet. Ik kom u een grote boodschap brengen en het einde naar de hemelvaart. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En alles wat ertussen zit. Dat is een hele mooie. Alles is tegenwoordig ook veel meer op prikkels gebaseerd als op daadwerkelijk echt iets in te laten werken. Nee, dat is. En dat is ook wel het nadeel van de kerk hoor. De kerk is natuurlijk meer rust. Laat maar eens op je inwerken alles. Ja. Denk er, sta er eens bij stil. Wat doe ik eigenlijk? Waarom doe ik het? Wat betekent dat voor iemand anders? Ja. Wat betekent dat voor God? Wat betekent dat dus voor, ook voor mezelf? Denken mensen niet over na. Je moet maar eens kijken, als je het soms gewoon ergens een 5 minuten stil. Dat is al heel lang en heel graag, denk ik. Dan draaien mensen door, sommigen. Ja. En dan moet je voorstellen, in de kerk kennen we natuurlijk nog retraites. Week stil. Lezen. Dus geen televisie, geen krant. Gewoon in stilte. Van alles op je boek lezen of zo. En dan niet de vibra of de dingen. Nee, maar gewoon. Nee, ja, echt, ja. En je hebt dan echt mensen die na 2 dagen helemaal panisch worden. Die
kunnen daar niet tegen, die zijn die niet kunnen gewend. Dat, nee, je ja. komt jezelf ja. tegen. Ja. Wij hebben een maatschappij die vooral van afleiding, af van jezelf. Als het me niet zint, dan ga ik naar de stad. Ja. Heb ik honger, dan ga ik naar de dingen. En je moet vermaakt worden. Juist. Eigenlijk. Dat zie je natuurlijk tweede Pinksterdag, dan gaan we met z'n allen naar de IKEA. Ja. We kunnen niet meer zomaar een zondag rond tafel gaan zitten met z'n allen en een bordje met z'n eigen genieten, want dan worden we... Dat duurt te lang. Zou de kerk zou eigenlijk natuurlijk ook een rustmoment kunnen zijn of moeten zijn. En dat is het voor een heleboel mensen. Voor een heleboel mensen is die mis op zondag is een rustmoment. Even weg uit die... Even de uit de sleur, ja. even uit de telefoon altijd bereikbaar moeten zijn. Nee, ik moet niet bereikbaar zijn. Anderen vinden dat ik bereikbaar moet zijn. Dat is... We leggen onszelf soms van die hoge dingen op die nergens op slaan. Ja. En waarom zou ik iemand anders mij laten zeggen wat er gebeurt? Die daar ook niks bij heeft. En natuurlijk, er moet een regering zijn, er moet dit... Maar soms denk ik, ja, ik hoef niet heel de dag bereikbaar te zijn. Hoor. Laat ze maar 5 minuten wachten. En dat is natuurlijk met de media van vandaag de dag. Met e-mail en mobiele telefoons. Een e-mail wordt eigenlijk van geacht dat je die in 2 dagen beantwoordt. Dat is al lang. Ja. Als je na 2 dagen niet geantwoord hebt, krijg je een nieuwe. Van, heeft u hem niet gezien? Ja. Dan denk je, ja... Dat maakt ook een hoop kapot. Want het is heel vaak dat je een e-mail terugstuurt en dat je denkt, oeh, dat had ik net anders moeten formuleren. Iets meer tijd aan moeten geven. Dus ik doe dat wel eens, ik antwoord wel eens. En dan zet ik hem in mijn box, voorlopige dingen. Die stuur ik over 2 dagen nog wel eens, dan lees ik hem nog eens door. Kijken of er het juiste gevoel bij zat. Of, of de emotie van de eerste reactie er meestal af is. Er komen ook veel misverstanden door. Hè? Daarom. Communicatie. Dat is meestal funest. Ja. En mensen, dan wordt het op een gegeven moment tik-tak, tik-tak, tik-tak. Nou, mensen begrijpen elkaar, heb ik wel eens het idee, niet voldoende omdat er niet goed gecommuniceerd wordt. Worden dingen verkeerd opgepakt. Verkeerd geïnterpreteerd. En ontstaat wrijving. Voor terminologieën die als bekend gedacht worden, die dan iemand anders toch anders interpreteert als jij ze interpreteert. Daar ontstaan de grootste problemen. En dat is natuurlijk, ik zeg daar wel eens met heel de Facebook, waar ik niet op zit overigens, ook niet op ga. Maar ik hoef mijn zus niet te bellen, heb je al gehoord dat? Nee, ik zal lang op Facebook gezien. Ja, zo gaat het. Maar gewoon van mens tot mens praten, ja. Dan hoor je de intonatie, het gezicht erbij. Ja. Dat is toch net iets anders dan dat het op papier staat. Dat klopt, ja. Zoals we dan, die O, die kun je op 100 manieren uitspreken. En dat zegt heel veel. Ja, maar dat zegt wel dat wij mensen dat contact nodig hebben. En dat gaat een heleboel verloren. Zet we wel op Facebook. Ja. Zet we wel op een mailtje. En ik zeg niet dat die belangrijk is. En dat we het niet nodig hebben. Maar we moeten het wel het zijne. Het gebruiken waarvoor het bedoeld is. Zijn er al veel mensen geweest met wie je kennis heeft gemaakt? Hier in de... Ik leer horen 30 namen op een dag. En onthoud er geen. Maar mogen Bergen wel? Nou, ik heb hem dus gezien. Dus sommige dingen blijven plakken. Maar naam van mensen, dat kan niet. Ik zeg altijd maar zo, jullie moeten 1 naam onthouden, ik moet er 300 onthouden. Over 1 jaar mag je nog eens terugkomen, dan zal ik sommige onthouden hebben en sommige ook helemaal niet. Dat kan ook niet. Nee. Daarvoor
verwacht ook niemand volgens mij. Dat de mensen die hier zo elke dag zijn, die ken ik nu een beetje. Ja. Maar verder is het... Nee. Dat lukt me ook niet. Mark, bedankt voor dit gesprek en heel veel succes met ze. Dank u. Tot de volgende.